bouwterrein van de Busbrug. Samen met het Zwolse College van burgemeester en wethouders gaan wij een kijkje nemen. Kijken jullie mee? Is misschien wel de meest spannende plek van Zwolle op dit moment. Alles wat Zwolle kan zijn naar toekomst. Aan economische kracht, aan onderwijs, aan maakindustrie, maar ook aan wonen en werken. Dat kan allemaal op deze plek gaan gebeuren. En wat hier gebeurt, die busbrug die hier wordt gebouwd, is super belangrijk. Het wordt rustiger aan de noordkant van het station. Gaan alle bussen deze kant op, dat is super belangrijk. Maar het wordt ook gewoon echt heel erg mooi. En het mooie aan de busbrug is dat wij een inspiratiesessie hebben gehad met bewoners. Van nou, hoe moet die er nou uit gaan zien? Het moet echt wel onze brug worden. En dat je echt de uitspraken van die avond, van die bijeenkomst, dat je die ook gewoon terug kan vinden in het ontwerp. We staan hier natuurlijk nu bij de busbrug. Waarom is de busbrug zo belangrijk? Nou, omdat er ontzettend veel bussen hier van het station weggaan. Die gaan elk half uur allemaal tegelijk. Dat alle treinen uit achterrichtingen dan aankomen. En dat kan aan de voorkant van het station echt niet meer afgewikkeld worden. Er is te weinig ruimte. Dus hebben we bussen, het station gaat naar de andere kant. Maar een deel van die bussen moet natuurlijk weer snel naar de binnenstad komen. Dus daarom komt er een busbrug.